Bijna niemand zag het aankomen. De Brexit, Donald Trump. Keer op keer zaten de peilingen er flink naast. En toch vliegen ook nu de peilingen je weer om de oren. En misschien nog wel belangrijker, de duiding van die peilingen. Dat zien we in de stemming, de politieke peiling van één vandaag. Verschrikkelijk slechte cijfers in de peilingen, ook niet meer erg in geloven. Een ongekend dieptepunt voor de PvdA. 41% van de stemmen. Bij een gat van 6 zetels, 12 zetels. Maar pas op. Want dit soort berichten beïnvloedt hoe ik stem, hoe hij stemt en ook hoe jij stemt. Dus 3 tips voor als je weer zo'n peiling in het wild tegenkomt. 1. Peilingen zijn geen voorspellingen. Het zijn momentopnames. Er kan in de tussentijd dus nog heel wat veranderen. Weet je nog wat er gebeurde in aanloop naar de verkiezingen in 2012? We konden de paardenrace tussen Emiel Roemer en Diederik Samsom van minuut tot minuut volgen. In de krant, in televisiedebatten, maar natuurlijk ook in de peilingen. Binnen een maand knalde de SP omlaag en werd de PvdA tweede partij. Maar waar komen die cijfers, waar iedereen zich zo over opwindt, waar komen die eigenlijk vandaan? Een peiling is een doodnormale enquête. Op een bepaald moment wordt aan een bepaald groepje mensen gevraagd wat ze van een bepaalde kwestie vinden. Kijk, sommigen weten al precies wat ze willen stemmen. Maar anderen twijfelen tot het laatste moment, zeggen liever niet voor welke partij ze zijn, of weten überhaupt nog niet of ze naar de stembus zullen gaan. Als je met zoveel onzekerheden vol overtuiging gaat duiden, nou, dan neem ik mijn petje voor je af. 2. Peilingen zijn niet precies. Je kunt natuurlijk niet elke keer aan alle Nederlanders vragen wat ze zouden stemmen. Daarom wordt bij een peiling een groep geselecteerd. De steekproef. Als het goed is, vormt die groep een goede afspiegeling van de Nederlanders. Maar dat is dus heel lastig. Zo zijn mensen met een migratieachtergrond vaak ondervertegenwoordigd. En zelfs als die afspiegeling klopt, ook dan zijn peilingen niet nauwkeurig. Stel, we kiezen willekeurig 2 groepen van 1000 man. Geven die precies dezelfde antwoorden? Die kans is piepklein. In de ene groep zitten bijvoorbeeld net wat meer PVV-stemmers. Terwijl in de andere groep de VVD en het CDA weer net wat groter zijn. Gewoon. Toevallig. Daarom hebben peilingen altijd foutmarges. Dus let op. Een verschuiving van 1, 2 of zelfs 3 zetels, dat is echt geen nieuws. Hoe graag de media en Twitter dat ook zouden willen. 3. 1 peiling is geen peiling. Hoe verleidelijk het ook is om iedere week naar die peilingen te kijken, 1 peiling op 1 moment zegt gewoon heel weinig. Het gaat om de langere termijn en niet om de uitschieters. En dan is het ook nog eens zo dat elk peilingbureau zijn eigen methode heeft. Bij Maurice de Hond bijvoorbeeld komt de PVV stevast ietsje hoger uit. Terwijl INO Research de PvdA vaak wat hoger inschat. Als je die afwijkingen tegen elkaar weg wil strepen, kun je het best alle peilingen op 1 hoop gooien. Dat is precies wat de peilingwijzer van politicoloog Tom Lauwersen, wat die doet. Minder sensationeel misschien, maar ook minder gevoelig voor ruis. Dus kun je het echt niet laten om de peilingen te volgen? Kijk dan naar de peilingwijzer. En realiseer je ook dat daar geen absolute waarheid wordt verkondigd. Maar als ik heel eerlijk ben, hoe langer ik lees en hoe langer ik schrijf over peilingen, hoe meer het me verbaast dat we ons zoveel aantrekken van die cijfers. Daarom is mijn goede voornemen voor verkiezingstijd me echt verdiepen in standpunten en niet in die paardenraces.